De Stichting Boodschappenkastjes Vlaardingen heeft op zaterdag 7 december kerstpakketten samengesteld in de kerk van de Nazarenen in Vlaardingen. Dit deden ze voor gezinnen die tijdens de kerstdagen wel wat extra hulp kunnen gebruiken. De stichting ontving meer donaties dan verwacht, waardoor er tijdens het inpakken veel hulp nodig was. Je merkt wel dat het heel veel mensen aan het hart gaat en dat steeds meer mensen iemand kennen die te kampen heeft met financiële moeilijkheden. We hebben zoveel meer donaties gekregen dan dat we op hadden durven hopen, waardoor we ook veel meer pakketten hebben kunnen maken met veel meer producten dan dat we eigenlijk hadden berekend. Met alle donaties kan de organisatie uiteindelijk 100 pakketten samenstellen. Maar daarvoor is hulp van vrijwilligers hard nodig. En die vrijwilligers waren maar wat blij dat ze hun steentje konden bijdragen. Je helpt waar je kan helpen. En dat zie je vandaag ook weer. Het is een prachtig initiatief om deze mensen in moeilijke tijden te helpen. En vooral deze tijd vraagt erom om dat extra steentje bij te dragen. Ja, super. Weet je, ik dacht meteen, ik vind het wel heel leuk om te komen helpen inpakken. Super, fijn. Ik vind het leuk om de mensen, in nood niet per se, maar gewoon mensen die het nodig hebben te helpen. Hun verdienen natuurlijk ook een cadeau met kerst. Dus dit gun ik ze heel veel, dus vandaar dat ik ook heel graag help. Het is gewoon heel goed werk wat hier gedaan wordt voor die mensen die het zo verdienen, vind ik. Die ook een leuke kerst gaan krijgen. Maar wat zit er eigenlijk allemaal in de pakketten? Ja, boodschappen gewoon in, dingen om gewoon net even iets meer jeu te geven aan je kerstfeest. Dus er zit wat lekkers in, er zit wat praktisch in, er zit een sapje, een kerstkransje, ook een lekker douchegelletje, een mooi cadeautje zit er nog bij doordat we zoveel mooie donaties hebben gekregen. Dus het is echt een heel divers pakket geworden. Of de stichting volgend jaar opnieuw kerstpakketten zal uitdelen is nog niet bekend, maar als het aan de organisatie ligt zullen ze zich daar zeker weer voor inzetten. En we hebben nu gezien hoe enthousiast dit omarmd is door Vlaardingen. Dus ja, het idee is zeker om volgend jaar ook weer iets te doen. Wat het dan precies wordt, daar gaan we nog even over nadenken met ons bestuur. Maar dat is zeker ook afhankelijk van de donaties. Want dit hadden wij nooit, hoe groot het nu geworden is, had nooit gekund zonder alle donaties. Dus daar is het absoluut van afhankelijk, ja.